Mijn kind van 4 eet dus alleen maar als ze wordt gevoerd. Weer een dag niet bevallen. Ze konden me niet strippen, want het zit gewoon nog te dicht. Ach, zo lief. Ik zit nu in de wachtkamer van de acupuncturist. Ik kreeg een tip dat het ook helpt. We hadden een supergoed idee. Ik ben vandaag trouwens donderdag, vrijdag, zaterdag, 40 dagen en 3 dagen zwanger. En ik dacht, ik heb niks op mijn agenda, omdat ik natuurlijk al lang dacht dat ik een kind had gekregen. We zouden gaan loomen. Ik dacht, zo, dat kan ik wel. Ik word er zo agressief van en ik word er chagrijnig van, dus we gaan het gewoon niet meer doen. Ja. Ik heb heel veel filmpjes gekeken en dan gaan we zelfs dan alleen met die pen, doe het ook wel. Het lijkt allemaal heel makkelijk, maar dat ik... Dat gaan we een andere keertje doen. We gaan het een andere keer doen, als mama wat meer geduld heeft. Want ik anders vind dit gaan echt... we gewoon even dit doen. Gelukkig hebben we ook nog armbandjes gekocht. Of kralen bedoel ik. Dit ding. Maar daar kunnen we echt, ik vind het helemaal niks. Hallo, wij hebben deze en dat die zijn die dingetjes en die kan je stuk maken, maar dat gaan we nu even niet doen. En we hebben letters van mama, elastiekjes en kralen. En we hebben een ster, zie je wel? Ster en een regenboog en kijk naar de achterkant, zie je wel? Die en deze, zie je wel? En de achterkant zit een soort mooie. Dus nu gaan we maken. Veel plezier. Mijn kind van 4 eet dus alleen maar als ze wordt gevoerd. Kijk ja. Hier, wortel. Oh, wie lijn. Oh. Als ik haar niet vasthoud, is ze pleitos. De volgende dag, nog steeds niks. Ik zijn net heel veel boodschappen bezorgd weer. Ik zal het even laten zien. Dus, weet je, alle was is gewoon gedaan. Nou ja, dit is verwaarloosbaar. Ik bedoel, in vergelijking met wat het altijd is. De vriezer zit vol. De koelkast zit vol. Oh, net bier. Dus de bubbels staan koud voor als ik ben bevallen. Maar nog steeds niks. Noppes. Kijk hoeveel fruit en groenten we hebben. Nog even wachten dus. Weer een dag niet bevallen. Ik word zo, als het goed is, gestript. Morgen ben ik 41 weken. En ik moet wel zeggen, ik heb echt heel slecht geslapen. Dit positieve. Mijn kindje wordt geboren als het de klaver is. Dat ga ik nu even in de prullenbak gooien. Ik wil nu gewoon worden gestript. Doei. En ik wil dat hij er nu is. Ik merk gewoon dat ik met mijn emoties echt alle kanten op ga. Heel snel geprikkeld ben. Nee, slaap slecht. En ja, op een moment lukt het prima om los te laten. Maar nu denk ik, oké, nu wordt het wel echt tijd dat je komt. Dus ik, het is gelukkig hier, de verloskundige waar ik nu een afspraak heb, is heel dichtbij. Het is echt 3 minuten lopen, dus ik loop er zo naartoe. En dan word ik hopelijk gestript. En ik wil eigenlijk gelijk een afspraak maken voor een inleiding. En dan... nou ja, ik hoop gewoon dat hij nog een laatste setje nodig had of heeft of zo. Dus dat ik, als ik thuis kom, met de wee beginnen. En dat ik Nick kan bellen dat hij thuis kan komen. Want hij zei ook, moet ik thuis blijven? Ik zeg, nee, ja. En dan... dan voelt het alleen nog maar zoals wachten. Dus... ja, ik bel je wel gewoon als het is begonnen. Nou, lekker. Ik ben terug. Ik heb alleen maar lopen janken, zoals je ziet. Want ze konden me niet strippen, want het zit gewoon nog te dicht. Maar ik ben er gewoon zo klaar mee. En ik heb nu donderdag een afspraak in het ziekenhuis.
voor een CTG. En dan gaat ze kijken of ze me dan wel kan strippen. En om een inleiding te bespreken. Ik denk dan wel even, wat leer ik hiervan? Dat ik geen verwachtingen moet hebben. Nou, die, heb ik de, die had ik dus duidelijk wel. Maar ik hoop echt dat het daarvoor nog lukt. Oh, ik zie er ook uit. Ik hoor net dat op HBO dat ik Sex in the City moet kijken. Dus ik ga daar maar een abonnement op afsluiten. En ik ga even lekker op de bank liggen. Daar ben ik, nog steeds. Ik had het nu ook niet meer verwacht. Nou, gisteren had ik dus echt een rotdag. Maar daarna, ik had een massage genomen. Ik dacht, even knoppen met die massage genomen. Super chill, heerlijk geslapen. En mijn zusje die komt zo, mijn zusjes komen zo. Met mijn moeder, die komen nog even op de koffie. Ik heb Filijnen, ze is 4. Nog even een ochtendje thuis gelaten, die zit nu op de iPad. En ik heb dus vast voor mijn zusje. Ik had kleding besteld waarvan ik al lang dacht dat ik het aankom. Maar niet dus. Dus ik heb voor haar even allemaal dingen klaargelegd die zij zo voor mij passen. Dat is een linnen broek. Van American Vintage. En een kort sportbroekje. Ook van American Vintage. En ik had bij de H&M. Spijkerbroek besteld. Normaal heb ik 36 en nu 38. Ik dacht even een beetje een wijd model. Die zag er helemaal uit. Maar ja, die laat ik haar even passen. Oh ja, en nog een bikini. Maar waarom ik dat heb gedaan, geen idee. Ja, dat komt omdat het mooi weer was. Ja, het is wel mooi, maar je ziet het niet zo goed. Maat 42. Je hebt natuurlijk enorme titel als je een borst voor me geeft. Maar goed, ik moet haar zo even vragen of ze dat wil passen. Ja, jullie ook allebei, hè? Jullie kunnen allebei zo goed vasthouden. Ben is vast aan het oefenen. Wat? Jij ook, hè? Ja, je... Ik weet niet of ze zelf zo blij is. Ze is zelf hartstikke moedig. Ja. Ach, zo lief. Oh, gezellig. Sorry, Olivier, wil je een broodje? Ja. Wat wil je erop? Otis. Boter en pindakaas. En jij, Filijn, wil je een broodje? Nee, ik wil havermout. Havermout? Ja. Oké. Volgens mij ziet het er allemaal goed uit. Best bijzonder om de hartslag te horen. Kozijntjes mogen erbij, hè? Ja, wil jij thee halen? Nee. Alsjeblieft. Nee, ze hebben hier alleen maar bier. Oh, nou ja, biertje is ook goed. Baat het niet, dan schaadt het niet. Ik zit nu in de oogkamer van de acupuncturist. Ik kreeg een tip dat het ook helpt. Ik ben heel benieuwd, dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Nog een dag, geen baby. 41 plus 2 inmiddels. Het is vrijdag. Ik had gisteren dus een afspraak in het ziekenhuis en de CTG zag er heel goed uit en de echo zag er goed uit, er was nog voldoende vruchtwater. En de eerste flex die ik al een olie om mijn kin heb om in te leiden is pas dinsdag. Dus dan ben ik bijna 42 weken. Ze hebben nog een poging gedaan om te strippen, dat is niet gelukt. Ik heb een afspraak, oh ja, ik was gisteren dus bij de acupuncturist. Ik heb hier nog wat... van die dingetjes in mijn oor en ik ga straks om 2 uur nog een keer. Morgen word ik nog een keer gestript, althans een poging, want het lukte dus gisteren niet. En maandag ook weer en als ik dan dus niet ben bevallen, dan word ik dinsdag ingeleid. Ik ga echt alle kanten op, nu voel ik me goed. Morgen op het schoolplein moest ik bijna janken. Dan vroeg iemand, is hij nog steeds niet? Dacht, nee, is nog steeds niet. En nu voel ik me wel weer oké. Dus het gaat echt alle kanten op. Oh ja, en ik ben gisteren naar de groenteboer gegaan voor ananas. Ik heb er al 1 opgegeten. Nu hoorde ik later van iemand dat het alleen het hart van de ananas, dat het daarom gaat. Maar ja, goed, prima. Ik pak alles aan om maar niet te hoeven worden ingeleid. En daar heb ik echt eigenlijk totaal geen zin in. Olivier is nu spelen bij een vriendje trouwens. En Filijn die zit op de iPad. Het is hier een beetje een chaos, ik ben het opruimen. Kijk eens Filijn. Naar je mondje. Dus nu een beetje dit opruimen. En dan ga ik dus weer naar de acupuncturist. En het doet trouwens helemaal niet pijn. Ze hebben
naalden in mijn voet gezet, op de drukpunten zeg maar van de baarmoeder, in mijn voet, in mijn been, een aantal op mijn hand. En dus hier in mijn oor die dan kunnen blijven. En eentje, ik weet het niet meer hoe die het noemde, eentje is dan de baarmoeder. En de ander is dat het je kracht geeft bij de bevalling. Als ik geloof dat het zo is, dan is het zo. Dus maar goed, hopelijk. Want vandaag, wat hij vandaag gaat doen, is ook nog in mijn schouder van die naalden. Dus dat. Als dit geen teken is, zit gewoon een ooievaar op het dak. Even een kort filmpje uit bed. Het is zaterdagavond. Ik ben vanmiddag gestript, wat heel chill is. En het lukte eindelijk. Ik heb dus nog tot met dinsdagavond, want dan moet ik naar het ziekenhuis. Maar ik voel nog niet heel erg veel. Maar strip is gelukkig wel gelukt. Dit vind ik dus net onder haar kussen. Allemaal geld. Ik lag zo. Trek het kussen weg. Gewoon allemaal geld. Ja, het is niet zo heel veel. Want het is van buitenlandse reis. En die kan ze gewoon gebruiken in haar keukentje. Maar ik vind het wel grappig dat ze dat dan weer onder haar kussen legt. We gaan hier naar het strand. Laatste keer met z'n vieren. Want dinsdagavond wordt ik natuurlijk ingeleid. Dus... Lekker toch? Ja. Het is maandag nu. Still no baby. Ik had deze gisteren in Egmond gekocht. Ik dacht dat ze mooi aandenken dat we de laatste keer nu met z'n vieren zijn. De laatste zondag met z'n vieren. En ik heb net de kinderen naar school gebracht. Nou ja, uitgezwaaid naast me. Ik zit nog in mijn pantoffels. Kinderen uitgezwaaid vanaf de oprit. Straks komt het dus de verloskundige. Ik ga nu de beelden aanleveren voor mijn vlog. Dus helaas is dit nog geen bevallingsverhaal. Maar ik hoop, ja nee, de volgende keer is het sowieso zo. Dus fingers crossed dat het strippen zo gaat lukken. En dat ik vandaag... een baby in mijn armen heb. Mijn gevoel gaat echt alle kanten op, maar dan kan ik er zo weer emotioneel van worden. Maar goed, en anders dan is het niet anders dan ben ik morgen in het ziekenhuis, morgenavond. Oké, maar dat zie je de volgende keer. Oké, doeg!